De televisiehit Beste Zangers kwam gisteravond met een eenmalige special om het goede doel Kika te steunen in de strijd tegen kinderkanker. Presentator Jan Smit en een aantal andere bekende artiesten zongen liedjes met elkaar, terwijl de kijkers thuis werden opgeroepen om geld te doneren. Er keken 1,3 miljoen mensen naar. AD-media-journalist Marcus den Blanke keek ook, maar is teleurgesteld. Idee voor volgend jaar, neem Beste Zanger special in Nederland op, praat met kinderen die met kanker te maken hebben. Vraag om liedjes die hun kracht geven. Maak daar een eigen versie van en zing dat voor die kids en hun familie. Gejat van onze Zuiderburen BTW, twittert hij. Marcus vindt het een gemiste kans. Ik vind het een tikje bizar dat je met een aantal artiesten, band- en camerateam naar Sevilla vliegt en dan om geld gaat vragen. En dat de mensen om wie het gaat, er niet bij zijn. Na deze pittige kritiek laat Marcus weten dat dit geen kritiek betreft. Mijn vorige tweets zijn geen kritiek op de Beste Zangers of Jan Smit. Het is heel goed dat ze dit doen. En de filmpjes zijn ontroerend, de liedjes prachtig. Het is toch alleen maar goed dat Jan zich zo inzet voor het goede doel? Daarom was het ook een idee voor volgend jaar. Ik word heel blij van de melding dat de lijnen overbelast zijn, dat er massaal gebeld wordt. Maar ik zat er echt klaar voor met het idee dat het als Rode Neuzendag in België zou zijn, de schrok van de opzet. We'll be right back.